Hallo mensen van Darkstyle, welkom bij mijn video over achterin waarom dat gaan werken beter vindt dan naar school gaan. Ongeveer een maandje geleden heb ik een video gemaakt over 7 dingen die ik mis aan school. En vandaag wil ik eigenlijk soort van het omgekeerde doen. Vandaag wil ik dus een video maken over mijn 8 redenen waarom dat ik persoonlijk toch alleszins liever ga gaan werken dan dat ik naar school ga. En de eerste reden die ik heb voor jullie vandaag is dat je op het werk toch alleszins naar mijn ervaring veel minder kans hebt om gepest te worden. En als iemand die persoonlijk, zeker vroeger, redelijk veel pesterijen heeft moeten doorstaan, is dat echt wel een heel groot voordeel. Ik denk niet dat ik moet uitleggen waarom. En de reden waarom dat ik denk dat dat zo is, is omdat als je gaat gaan werken, de mensen zijn daar natuurlijk veel volwassener, die zijn veel ouder en vele daarvan zijn dat toch een beetje uitgegroeid uit die gewoonte, zal ik het maar noemen, om mensen te beginnen pesten. Nu, het probleem is zeker niet volledig weg. Pesten komt helaas op alle leeftijden, op alle plaatsen dat je komt voor, maar het komt over het algemeen toch wel een stuk minder voor op het werk. Die indruk heb ik toch alleszins. De tweede reden is opnieuw een vrij korte die ik niet echt moet uitleggen. En dat is dat je geen huiswerk hebt als je gaat gaan werken. Het is echt wel heel plezant van te kunnen thuiskomen en echt gewoon te kunnen zeggen van oké, mijn dag is gedaan. Ik moet geen papiertjes niet meer invullen voor school. Ik moet geen werk niet meer doen. Dat is echt wel een groot voordeel. Dat zeker is dat ik niet mis aan naar school gaan. Dat is thuiskomen en denken oh, mijn dag is gedaan. En dan kom je daar thuis en dan beseft je shit, ik ga nog huiswerk voor te doen, dan mis ik zeker niet. En dat is dus zeker wel een voordeel. Nu, mijn derde puntje is waarschijnlijk een die toch iets wat meer uitleg nodig heeft. En dat is, je hebt geen irritante leerkrachten niet meer. Nu, dat klinkt misschien een klein beetje hypocriet van Kilian. Je hebt in je vorige video gezegd dat je leerkrachten niet echt mist als je gaat gaan werken. Maar mijn simpele uitleg daarvoor is, er is een heel groot verschil tussen slechte leerkrachten en goede leerkrachten. Er zijn heel veel leerkrachten waar ik vandaag de dag op terugdenk, zoals ik in mijn vorige video ook wel een beetje gezegd heb van ik mis die wel een klein beetje, maar langs de andere kant heb ik zeker ook wel die leerkrachten waar ik zelfs vandaag de dag nog op terugdenk en denk van godverdomme, ik ben content dat ik er vanaf ben. Dat zijn echt nu eens mensen waar ik niets van irritatie, niets dan irritatie aan gehad heb, die me eigenlijk alleen maar hebben tegengewerkt in het schooljaar. En die mensen mis ik zeker niet en is zeker wel een voordeel van gaan werken, dat je daar toch echt wel vanaf zijn. Is dat natuurlijk ook niet hebt als je gaat gaan werken, zijn toetsen en examens. En daar gaat je echt wel ook heel content van zijn als je gaat gaan werken, dat je dat niet echt niet meer hebt. Ook op je werk wordt er natuurlijk wel gekeken naar hoe goed dat je aan het werken bent, maar je gaat daar niet op beoordeeld worden. Je gaat daar geen toetsen over moeten maken over wat dat je doet tijdens je werk ofzo. Je wordt daar niet echt op beoordeeld qua punten ofzo. En dat is echt wel een hele opluchting dat je geen toetsen of examens niet meer hebt om voor te studeren. Nu moet ik zelf wel toegeven, ik heb persoonlijk nooit examens gehad. Ja, lucky bastard, ik weet het. Maar toch is zeker iets dat ik in deze video wou steken. En mijn volgende puntje sluit daar dan ook eigenlijk een klein beetje bij aan. En is natuurlijk dat je geen rapporten niet meer hebt. Geen van die miserie dat daar rondhangt, heb je niet meer als je gaat gaan werken. Zoals ik al zei, je wordt niet echt niet meer beoordeeld. Er wordt natuurlijk wel nog altijd gekeken naar je van hoe goed dat je aan het werken bent, maar niet echt gepunt. Je krijgt daar niet echt punten niet meer op ofzo. Dat wordt natuurlijk niet meer gedaan. En dat neemt natuurlijk wel heel veel stress weg die je op school wel hebt. Er is geen irritante bijeenkomst niet meer waarop dat dan wordt bekendgemaakt ofzo. Geen irritante gesprekken niet meer met je ouders ofzo. Dat zijn er allemaal vanaf. Als je gaat gaan werken is zeker ook een groot voordeel, maar dat je zeker wel van content gaat zijn dat je er vanaf gaat zijn. En dan zijn we eigenlijk al aangekomen bij mijn 6e reden en dat is geen saaie theorievakken niet meer. Let's be honest people, wie in godsnaam doet er die vakken nu echt graag? Nu natuurlijk, iedereen heeft wel zijn voordelen binnen die vakken, maar ik denk niet dat ik echt veel mensen ontmoet heb in mijn leven die echt zeggen van oké, Nederlands is echt een vak dat ik heel graag doe, of wiskunde. Ik ken echt heel weinig mensen die dat echt graag doen en je gaat zeker wel content zijn dat je daar vanaf bent van die lessen. En dan zijn we aangekomen bij mijn voorlaatste puntje en dat is, je kunt doen met je leven wat jij er wilt mee doen. Je hebt veel meer vrijheid als je gaat gaan werken en je kunt echt wel doen met je leven wat jij er wilt mee doen. En dat is heel spannend en heel leuk vind ik persoonlijk. Ik vind dat echt wel een heel
heel duidelijk voordeel dat je kunt kiezen wat je doet met je leven als je gaat gaan werken. Je kunt kiezen om voor een andere job te gaan als je huidige job je niet zo bevalt. Je kunt iets totaal anders kiezen dat totaal anders is als je te saai vond je oude job of gaat er een ander probleem mee. Ergens kun je perfect veranderen. Terwijl als je op school zit, je kunt natuurlijk ook van school of van richting veranderen. Maar veel van die theorielessen blijven dan nog altijd hetzelfde. En school blijft toch eigenlijk altijd wel een beetje op hetzelfde neerkomen als we allemaal even eerlijk zijn. En bij werk heb je dat echt wel niet. Je hebt echt wel heel verschillende jobs in de wereld waar je allemaal kunt proberen voor gaan. Je kunt ook verdere studies doen als je dat wilt. Als je wilt gaan voor een beroep dat misschien wat meer buiten je bereik ligt, kun je dat zeker ook proberen. Je kunt ook kiezen wat je met je geld doet, wat je verdient. Geld nu zeker ook een groot voordeel dat ik niet echt in deze video heb gestoken. Het is allemaal een heel stuk meer vrijheid die je hebt. En dat is echt wel een heel goed gevoel dat je nu kunt doen met je leven wat je wilt. Je kunt proberen bereiken wat je wilt. Je kunt je eindelijk bewijzen. En dan zijn we aangekomen bij mijn laatste reden van vandaag. En waarschijnlijk ook wel diegene die bij mij misschien nog wel het meeste van al een rol heeft gespeeld. En dat is, als je gaat gaan werken, voelt je je veel nuttiger dan dat je op school hebt gevoeld. Dat is zeker toch wel bij mij het geval. Ik voel mij veel nuttiger nu als ik ga gaan werken dan dat ik mij ooit op school gevoeld heb. Ik kon het op school toch echt wel altijd niet helpen van daar te zitten denken van godverdomme, er zijn nu toch echt wel veel betere dingen die ik met mijn leven zou kunnen doen op deze moment. Je voelt je gewoon veel nuttiger als je gaat gaan werken. Je hebt het gevoel dat je iets aan het doen bent met je leven. Je hebt het gevoel dat je werk aan het verzetten bent, dat je geld aan het verdienen bent natuurlijk ook. En dat zijn allemaal dingen die ervoor zorgen dat je je gewoon veel nuttiger voelt. En dat geeft je zo niet het gevoel dat je in tijd aan het verdoen bent. En dat maakt alles een stuk minder saai allemaal ook. Dat is zeker een heel groot voordeel. En waarschijnlijk een van de meest doorslaggevende punten voor mij. Om toch echt wel te zeggen van oké, voorlopig toch alleszins. Dat kan natuurlijk in de toekomst allemaal zeker nog veranderen. Ik ben nog 21, dus dat kan allemaal zeker nog heel sterk veranderen. Maar voor het moment zou ik toch echt wel zeggen dat ik liever ga gaan werken dan dat ik naar school ga. Maar mensen, hier ga ik toch echt wel mijn video moeten afsluiten. Vond je dit nu een deftige video? Laat dat dan zeker weten door een like achter te laten. Subscribe op dit kanaal. Als je techvideo's, gamingvideo's, IRL-video's of kanaalreviews wilt zien in de toekomst, laat zeker ook in de reacties weten wat dat je wil zien op dit kanaal in de toekomst. En hopelijk tot de volgende keer.